Goedemorgen iedereen. Welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you. Is het woensdag? Ik ga ontbijten samen met. Hoe ga ik dat hier doen? Wacht, ik ga zelfs filmen. Wacht even. Ik moest even kleren dragen. Dat was heel moeilijk om te filmen. Maar dus, ik ga nu ontbijten samen met Celina, Charlotte en Rosie. Dat is Charlotte, haar baby girl. Het is nu 6 weken al, denk ik. Dat is de tweede keer dat we die gaan zien. Dus ik kijk er naar uit om Rosie te zien. Allee, en de rest ook van de girls, hè. Maar nu is het echt nog zo girls tripje, zal ik zeggen. En binnenkort, als Celina haar baby boy geboren wordt en die van mij en Noah dan ook nog eens meekomt of zo, dan is het girls and boys. Maar wel heel fijn. We gaan ontbijten bij Kaffies. Dat is een heuse zolder, denk ik. Heuse zolder, ja. Oh, ik ga wel iets te laat zijn. Foei. Normaal haat ik echt te laat komen. Maar ik had Milky opgesloten in de dressing. Dus ik moest die nog terug vrij laten. Per ongeluk, hè. Ik was in de dressing en dan glip die mee. En dan, En daarna trouwens ga ik naar Joyce van Joyfee. Voor de mensen die mij al lang volgen. Jullie weten, als ik kristallen en zo koop, One Place, Joyfee. Online koop ik die meestal. En Joyce is echt de liefste persoon die er is. Echt zo'n goed persoon. Heel zacht aardig ook. En ik koop meestal daar. En nu vandaag ga ik daar eens langs. Voor, ja. Ik weet niet juist wat we gaan doen. We zullen zien. Een beetje babbelen. Misschien een relaxatie. Meditatie of zo. Ik weet niet juist wat we gaan doen, maar daarom heb ik dus ook comfy kleren bij. Want wat ik nu aan heb, is niet echt comfy. Mijn kleedje is trouwens van Stradivarius. Dat is zo'n wit hemdskleedje. Maar het knopje aan mijn buik staat een klein beetje open. Because my tummy is getting bigger and bigger. Maar oké, dat is niet erg. Het is maar met de girls, hè. Ik neem jullie dus vandaag mee. Hoe is het moe? Ik ben net aangekomen bij Joyce en het is hier echt super mooi. Ik ga het jullie even laten zien. Kijk hoe tof. Wauw. Een relaxtafel. Bureau. Echt super leuk.
ondertussen zijn we een stukje later weer. Ik ben ondertussen, het is rechtdoor en... wacht, ik moet even denken eigenlijk. En we zijn even onderweg naar een veld dicht bij Celine thuis. Want ik ga samen met Celine een foto maken. Allee, Niels gaat de foto maken. Maar met onze buikjes, aangezien Celine nu nog zwanger is. Ik ga hier maar rechtdoor. En nog, Celine heeft nog 6 weken te gaan. Maar ja, voor de zekerheid gaan we dat nu doen. Want anders wordt Celine misschien ook zo te al. En ja, je weet dan nooit, hè. 6 weken is niet meer zo lang. Celine is trouwens achter ons, denk ik. Ik ga die straat uitkomen. En gaan we even die foto maken. Niels is zo... Ja, misschien. Dan weten we zeker hoe we moeten. En Niels is zo lief om de foto te maken. Echt fotograaf in spreken. Dank je, babe. Geshoot. Ik hoop dat jullie mij horen, want ik ben deze beelden op de GSM aan het maken. Het was leuk. Ik denk dat we mooie fotootjes gaan zijn. En nu gaan we frietjes halen. Yep. Ik zei, oh, ik heb zin in frieten. En Niels zei, oké, dan gaan we frietjes halen. Oh, erg. Maar ja, oké. Daar is ze maar. Cutie pie. You know, that's the way it is, so yeah. You showed up here tonight, so do you think that you want to give it a go? Yeah. Look, I wanted to come in together. I actually wanted to come in together. Regardless of, you know, where we are, I come into this experiment with somebody and I wanted to, you know, come in together. But that man. Are you guys happy to say what's actually happening? Because like, for all of us sitting here, we're thinking like, what the hell is going on? Oh, yeah. We zijn een pot en een baard, leek dan lukt het, hè. Een andere katje. Hoe lukt het hier? Alles goed? Ja. Die wil met touwtjes spelen van de camera. Ja.